Life is short and so am I. Dat is niet mijn motto, dat is haar motto. Ze is 1,14 meter. Dat is zelfs nog te klein voor de Python in de Efteling. En deze week verscheen haar boek. Dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen. Ik ga praten met presentatrice Eva Eickhout. Dit is zoals je haar zou kunnen kennen. Ik ben Eva. Ik ben 25 jaar. Vanavond is het de debuut van Eva. Ik ben dol op alles wat te maken heeft met make-up en met haar en met kleding. Maar door mijn aangeboren beperking kan ik niet alles zelf. Eva Eickhout. Overal waar zij binnenkomt, vult zij de ruimte met haar positieve energie. Als je mij voor het eerst ziet, ga je vast niet denken... Goh, wat zit haar mooi. Yeah. Ik heb vorig jaar met een meisje gedate. Zij stond achter op mijn rolstoel en die hele weg dacht klemmer. Ik ga haar buffen, ik ga haar buffen, ik ga haar buffen. Hoe gaat Eva om met uitdagingen? Waar is ze bang voor? Liefde. Dat vind ik het allerengste wat er is. Hoe belangrijk in jouw leven is seks? Nou, ik denk dat het wel een ware levensbehoefte is. Dan gaat iedereen mij bestempelen als degene die ik heb de presentatrice. En toen dacht ik, nou, ho, even. Ja. Dat ben ik niet. Ja, dit is geen boek voor een meisje, van een meisje zonder armen en benen. Laten we toch eerst even beginnen met een heel klein stukje voor te lezen. Ja. Toen mijn moeder 6 maanden zwanger was, ging ze voor een echo naar het ziekenhuis. Ik ga even de arts erbij halen, zei de verloskundige. Mijn ouders kwamen tegenover deze arts aan een tafel te zitten. En hij zei, we kunnen de armen en benen niet helemaal vinden. Laatst vroeg ik aan mama wat ze in godsnaam dacht toen ze dat hoorde. Heel eerlijk vertelde ze dat ze eventjes dacht nooit meer gelukkig te zijn. Mijn vader dacht, wat overkomt mij nu? Mijn kind? Ja. Ja. Toch even. Wat is het? Kun je uitleggen wat de beperking is? Het is eigenlijk nooit helemaal officieel gediagnosticeerd. Maar ze noemen het... Het is waarschijnlijk het FFU-syndroom. Dat betekent dat je een afwijking hebt aan je ledematen. Nou, dat klopt denk ik wel. Maar waardoor het komt, dat weten we niet. Maakt mij heel eerlijk gezegd ook niet zo gek vooruit. Want het verandert op zich niet per se aan de situatie. Nee, maar het is niet een... ziekte. Het is niet iets wat pijn doet of wat minder wordt. Of, ook niet beter. Nee, inderdaad. Het is gewoon heel erg wat het is. Wat ik zelf stiekem best wel fijn vind eigenlijk. En het fijnste vind ik ook, ondanks dat het wel echt een stuk korter is... heb ik wel volledige controle over mijn spieren. En ik heb een hele fijne motoriek kunnen ontwikkelen. Ik heb me spelenderwijs kunnen ontwikkelen als kind. Wat denk ik ook heel belangrijk is. Of in ieder geval goed is geweest voor de ontwikkeling van mijn lijf leren kennen. Dus in die end moet ik je ook zeggen, ik vind het ook helemaal niet zo heel erg. Ik heb een hartstikke leuk leven. Ik heb alleen een aantal randvoorwaarden, noem ik ze graag, die ik nodig heb om te kunnen floreren. Ja. Je hebt een heerlijk boek geschreven met allemaal korte verhalen. Voor een gedeelte denk ik ook columns. Hè? Dus ook een beetje die lengte van die columns. Met ontzettend veel openhartigheid. Ja. Daarover straks. Maar eerst nog even, want je wordt dan zo geboren en je groeit op. En op een gegeven moment... ontdek je eigenlijk toch dat er wel een beperking zit. En ik denk dan, dat is eigenlijk op het moment dat jij in de etalage een paarse fiets ziet. Ja, klopt. Dat is inderdaad zo. Ik was 2,5 en mijn moeder kwam me halen van het kinderdagverblijf. En ik zat achter in de auto inderdaad. En toen had ik gezegd, mam, ik heb vandaag een paars fietsje in het winkelcentrum in de etalage zien staan. Ja. Mag ik die hebben? En toen zei mijn moeder, vind ik heel fijn dat ze gewoon eerlijk is... die zei, god, schatje, jij kan niet fietsen, dus dat is niet zo handig voor jou. Toen zei ik, ja, maar kun je mij toch duwen? Ze zei, daar heeft mama niet altijd tijd voor. Jij hebt net je nieuwe elektrische rolstoel gekregen, mijn allereerste. Dus als de kindjes gaan fietsen, kun jij mee met je rolstoel. Toen zei ik, ja, maar als ik die rolstoel inlever bij die meneer die me kwam brengen... mag ik dan alsjeblieft dat fietsen? En op dat moment, ik kan me dat sowieso niet meer herinneren, hoor. Maar mama zei, het was ook niet verdrietig of zo. Het was meer gewoon dat ik dacht, goh, dat vind ik best een leuk ding. Zou ik graag willen hebben. Ja. Maar nu, als ik terugkijk, zie ik dus eigenlijk heel erg dat het paarse fietsje... eigenlijk een staat voor, soms een plaatje in je hoofd hebben. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Van iets wat we graag als werkelijkheid zouden willen zien. Maar wat nooit werkelijkheid zal worden. Dat noem je levend verlies. Dat is een vorm van rouw. Heb ik ook allemaal op latere leeftijd geleerd. Dus het paarse fietsje is eigenlijk een hele erge metafoor in mijn leven... voor de dingen die ik heel graag zou willen, maar gewoon niet, simpelweg gewoon niet kan. Nee. Jij bent op een gegeven moment bij de BNNVARA Academy terechtgekomen. Ja. En ik begreep dat jij toen je jezelf terugzag op tv... dat dat eigenlijk ook zo'n moment was dat je met andere ogen naar jezelf keek. Ja, dat is ook zo'n paars fietsmomentje. En soms weet ik dat ze komen en soms komen ze super onverwachts. Ja. En dit was ook zo de BNNVARA Academy. Je moet auditie doen, er komen talloze mensen op af. Die zien er zo hip uit. Dus dat ik al was gekozen door al die mensen, dat vond ik al helemaal een unicum. Dus ik dacht helemaal van, dit wordt het jaar van mijn leven. Ja. En vervolgens inderdaad, je moest iedere week een video opleveren... En daar moest ik iedere week naar kijken. Ik zag mijzelf ineens iedere week op beeld. En ik zie toch ook vanuit mijn perspectief... meestal mensen met volledige armen en benen. Ja. Dus ik dacht eerst van... nu snap ik wel dat mensen dus soms zeggen... zal ik je helpen? Want het ziet er inderdaad onhandig uit. Maar ik had ook heel erg dat ik dacht...
vind ook gewoon gehandicapt eruit zien. En als ik dat al vind, dacht ik, dan vindt iedereen dat sowieso. En toen dacht ik, ja, dat wil ik niet zijn. Dat wil ik niet zijn. Nee. Nee. Dus dat vond ik heel lastig. Jij hebt een filmpje gemaakt ook, waarin je iets van jezelf uitlegt daarin. En ja. Misschien is het leuk om daar even naar te kijken. Wat heb je nou? Ja. Je hebt geen handen. Is dat niet onhandig? Soms wel. Maar gelukkig heb ik een hele slimme papa die dit bandje om mijn arm heeft gemaakt waarmee ik kan eten. Daarmee kan ik ook mijn make-up doen. Ik ben geboren met een flinke afwezigheid van mijn armen en benen. Maar hoe dat komt, weten ze ook niet. En nu, 22 jaar later, sta ik hier mijn tanden te poetsen. Zit je altijd in de rolstoel? Ik mag met de rolstoel de snelweg niet op. En daarom heb ik zwaarder geschut aangeschaft. Ik maak geen gebruik van gaspedalen en ook niet van een stuur. Ik rijd auto met een joystick. Duw ik hem naar voren, geef ik gas. Trek ik hem naar achter, dan rem ik. Via een lift aan de achterkant van mijn auto stap ik in. Deze kan via een draadloze afstandsbediening worden bestuurd. Ja, wat is eigenlijk de meest gestelde vraag aan jou? Onder andere de vragen die je in de video zag. Maar ja? Ook heel veel, hoe bedien je je telefoon? Hoe drink je? Dus hoe pak je een glas? Ja. Hoe heb je je boek geschreven? Dat is ook een heel veel voorkomende vraag. Ja. Ja, het gaat echt alle kanten op. Hoe heb je je boek geschreven? Nou, ik kan gelukkig gewoon zo typen. Ik ga het ook best wel snel. Ik leg er wel vaak een paar boeken onder dat ik rechtop zit. En ik heb uiteindelijk ook veel met spraakbesturing gedaan. Dus gewoon op mijn notities, op mijn telefoon zo ingesproken. En ik weet niet of je dat al lang doet, maar het valt mij als af en toe gebruiker op dat alleen maar en best wel snel veel beter wordt. Hè? Ja, ik ben heel erg blij wat dat betreft dat de technologie zo vooruitstrevend is. Want ik maak er dankbaar gebruik van, zeker. Ja. Ja. Is er nou iets waarvan je echt zegt, dat is... Daar loop ik gewoon tegenaan. En dat, ik vind het zo vervelend dat ik op de een of andere manier dat niet kan. Terwijl... Toch dat fietsen. Ja, is toch dat, ja, maar het is een vorm van vrijheid natuurlijk. Ik bedoel, vervoer en van A naar B kunnen komen, dat wordt echt soms nog onderschat. Ga maar eens na, als je morgen niet... Maar jij kunt... kan dus rijden. Ik kan rijden, maar stel je kunt morgen niet lopen. Je kunt niet fietsen, je kunt niet met het OV en je kunt niet zelf auto rijden. Wat ga je dan doen? Hoe kom je dan waar je moet zijn? En om mee te kunnen doen aan een samenleving begint eigenlijk altijd bij vervoer. Ja. Maar als ik jou lees, dan doe jij behoorlijk mee met de samenleving. En dat gaat van seks en drank en one-night stands. Dat is ook een veelgestelde vraag. Gebruik je ook drugs? Drink je ook alcohol? Heb je ook seks? Ja, dat zijn allemaal jaatjes. Lees het boek maar, zou ik zeggen. Ja, ik heb het nu verraden. Dus, Nee hoor. Maar goed, ook dat. Er stond ook een vraag in van hoe ga je nou naar de wc? Ja, klopt. Ik vind dat we dat nou niet per se helemaal op tv moeten bespreken. Maar er is eigenlijk... Is er iets, heb je ergens iets niet opgeschreven waarvan je dacht, nou, dat schrijf ik toch maar niet op? Niet per se. En naar de wc gaan. Weet je wat grappig is? Het is inderdaad een super weird onderwerp of gek om het over te hebben. Maar we doen het allemaal. En dit is precies ook waar ik soms tegenaan loop. Je moet gewoon elke dag een keer naar de wc. En ik zou soms zo graag willen dat ik bij wijze van spreken een dag op de wc kan zitten en dan 3 weken niet. Ja. Dat is wel een heikelpunt. Ik denk dat iedereen dit aan deze dag heeft. Ik kan het wel enigszins zelf, mits ik een broek aan heb zonder gulp, mits er een invalide toilet is. Maar ja, er zijn wel veel randvoorden om het zelf te kunnen. Ja. En je moet gewoon soms. Dus ik vind dat echt vermoeiend naar de wc gaan. Ja. Ik wil even 2 wat serieuzere dingen met jou bij hebben. Want dit is het vrolijke leven van een jonge vrouw die zich ontwikkelt op alle mogelijke manieren en plezier heeft en wat dan ook. Een daarvan is mensen met een beperking voelen die beperking natuurlijk vaak, omdat de samenleving daar niet altijd de juiste mogelijkheden aan jou of anderen geeft om toch normaal te kunnen leven. Dat kan ook gewoon zijn de breedte die je nodig hebt om met een rolstoel een ruimte in te komen. Klopt. Of wat dan ook. We hebben een minister van Gehandicaptenzaken gehad, Rick Brink. Die nog niet zo lang geleden zeer plotsklaps is overleden. We zien hem hier even. Echt verschrikkelijk. Jij kende hem ook wel goed, geloof ik. Ja, ik kende hem heel goed. Ja. Vind het echt... Was hij belangrijk voor jou in die zin? Immens. En Rick en ik hadden ook altijd heel leuk contact. En het allerleukste aan Rick vond dat hij gewoon een supergoeie politicus was. Ja. Dat was hij gewoon echt in hart en nieren. En dat deed hij iedere dag weer. En dat is gewoon precies wie Rick voor mij was. Hij had gewoon echt talent daarvoor. Ja. En dat vond ik zo leuk aan hem. En wij konden zo goed sparren. En we zijn ooit een keer samen naar Zoute Landen geweest om een strandrolstoel te testen. Toen zei Rick, nee, test jij je maar. Ik blijf wel hier zitten aan de kant. Maar echt, hij zette zich met hart en ziel in. Dus ik vind het echt zo, zo waanzinnig verdrietig. Denk jij dan, misschien moet ik zoiets gaan doen?
Nou, om heel eerlijk te zijn, jullie gesprek net over de politiek. Ja, ik vind het en moeilijk om te begrijpen. En dat heel veel gepraat. In mijn boek gaat het ook veel over de bureaucratie en de regels, waar ik immens tegenaan loop en waar ik echt een onwijze afkeer tegen, wat echt mijn beperking is. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat ik een heel klein allergietje daarvoor heb ontwikkeld. Dus ik denk niet. Okay. En ik zou hem nooit kunnen evenaren. Rick is echt... Dan maar ik vind wel zoals als ik jou... Ik volg haar op Instagram. Ik vind wel zoals jij jezelf verwoordt en de topics die je daar aansnijdt, dus dan vind ik dat je ongelooflijk goed ben in datgene wat je doet. Ja, lief. Dat ik dus niet naar jou kijk als iemand zonder armen, maar juist dat je heel goed bent in het verwoorden en het aansnijden. Ja, en ik denk dat ik ook wel een beetje de show don't tell ben. Dus ik doe gewoon dingen die ik heel erg leuk vind, omdat Eva als persoon ze leuk vindt. En als dat dan toevallig inspirerend kan zijn voor andere mensen, is dat super mooi meegenomen. En dat is het. Het tweede serieuze punt wat ik namelijk nog wilde maken was dat je op een gegeven moment ook schrijft over dat persoonsgebonden budget. Ja, het PGB. Daar krijg je bepaalde zorg voor, wat je nodig hebt. Ja. We hadden net even in het begin, toen ik vroeg wat is wat je hebt, is dat nou nog... En toen zei je, nou ja, ze groeien ook niet aan. Nee, ze groeien ook niet aan. Nee. Maar je moet dat eigenlijk om de 2 jaar, of misschien is het nu iets langer... Ja, moet ik zal dat... inderdaad even kort vertellen. Ik kan niet alles zelf. Persoonlijke verzorging is lastig. Douchen, aankleden, haren doen. En daarvoor heb ik 10 zorgverleners in dienst. Dat zijn waanzinnig lieve meiden die mij gewoon iedere ochtend komen helpen. Een uurtje, anderhalf, met de hulp die ik nodig heb. En zij worden betaald vanuit het PGB. En dat moet je aanvragen. Heb je een aantal wetten voor. In mijn geval bij de zorgverzekeraar. En in Den Haag, bij de politiek, maken ze al die wetten. Ja. En dat betekent dat ik, nou ja, afgelopen 8 jaar moest ik het om de 2 jaar opnieuw. Dus ik moet om de 2 jaar opnieuw bewijzen dat ik nog steeds iets zelf kan douchen, nog steeds iets zelf kan aankleden. Ja. Dat is nu om de 5 jaar geworden. Ja. Maar dan nog denk ik dat ik verwacht niet dat ik over 50 jaar wakker word en denk, poh, ze zijn er. Ja. En als het al zo is, dan bel ik als eerste denk ik daar naartoe en zeg ik hoef het niet meer gekregen mee. Maar dat is de beperking voor mij echt. En dat is precies die randvoorwaarde waar ik het aan het begin over had. Ja. Als mijn auto het doet, als mijn rolstoel het doet, als ik genoeg PGB heb en mijn zorgverleners op tijd zijn, dan is er eigenlijk gewoon niets van aan de hand. Dankjewel. Fantastisch.